Het is nu 1 uur, om 5 uur iedere dag upload ik een TikTok. Een TikTok en een YouTube video gaat vandaag niet meer lukken, dus ik combineer de twee. Ik film een dag in het leven van een TikToker, het is wel nog maar een halve dag. En dan film ik ook mijn TikTok. Goed plan toch? Nieuwe magneet is aangekomen, die zit er ergens in, voilà. Ik ben er gisteren al mee naar Maastricht gegaan, maar daar had ik niks gevonden in het water, dus ik moet vandaag verder filmen zodat de TikTok wel interessant is. Als jullie hier trouwens ook eens een lange YouTube video mee willen zien, laat me gewoon weten in de reacties. En dan ga ik naar Amsterdam of zo, pak ik een hotel en dan gaan we samen magneetvissen. Maar nu het eerste wat ik wil gaan doen, is snel iets eten. En ik weet wat heel snel is, fastfood. Even rap naar de Burger King of zo. Want je zou denken dat iemand die dagelijks uploadt op TikTok en als die een YouTube video maakt dat ook op dezelfde dag wilt uploaden, op voorhand werkt, maar ik doe altijd letterlijk, als ik om 5 uur vandaag moet uploaden, dan ben ik om 2-3 uur nog aan het filmen. Dat gebeurt er als je iedere dag moet uploaden. Allee, moet. Ik doe dat gewoon omdat ik dat wil. Ga ik die guy zijn die zichzelf filmt in de Burger King? Beste auto ooit hier. Die andere YouTubers mogen dan wel een Ferrari hebben en een Lambo, maar ik heb een Smart. Nu is de volgende vraag wel, waar ga ik magneetvissen? Daarachter die bomen daar zou normaal het kanaal zijn. Maar ik weet niet of dat de moeite is, aangezien dat echt gewoon een kanaal is. Er zijn niet echt heel veel huizen in de buurt, dus gaan er wel spullen liggen, dat weet ik niet. Daarom ga ik rap kijken. Een doorgang zou chill zijn, maar ik denk dat ik door het bos ga moeten gaan. Hopelijk is dat hier geen natte beek of zo. Eens kijken. Oh, ideaal. Een mini laddertje, trapje. Hopelijk is dat sterk genoeg. Want daar is water. Oeh. Ja. En we zijn aan de overkant. Hier is sowieso weer iets heel raar tegen. Maar ja, wat is nog raarder dan een jongen die hier in het bos tegen zijn camera praat. En voilà, dan heb ik wat ik zoek. Water. Het kanaal. Hier iets liggen, ik denk dat niet hoor. Want je hebt hier eigenlijk geen stad. Allee, waarom zou specifiek hier dan iets gaan liggen? Ik zou kunnen proberen, maar ik denk als ik nu beter naar het centrum van de stad ga, dat ik meer kans ga hebben op een vette vondst. Terug het bos in, het brugje over en naar de auto. Ik weet opeens echt een gigantisch goede spot. Hier ietsje verder is een nachtclub langs het kanaal. Dat is toch een plekje waar mensen spullen in het water moeten gooien als ze zat zijn. Ik ga nu naar daar rijden. Dat gebouw hier niet, maar daar langs is een nachtclub, dan kun je zo wandelen. En dan kun je hier aan het kanaal chillen. Dus hier gaan misschien wel spullen liggen. Dat betekent tijd voor een TikTok. Je kunt het echt heel snel voelen wanneer er eigenlijk basically niks op de bodem ligt. Omdat er gewoon geen weerstand is op het touw. En dat die gewoon makkelijk over de bodem glijdt. Dan weet je dat het hier echt proper is en dat er waarschijnlijk niks ligt. Maar een iPhone of zo neemt heel weinig weerstand op de magneet. Dus misschien vind ik iets. Ja, ziet je? Allemaal zo goed als gewoon wat stukjes ijzer, maar niks speciaals. Ik heb de magneet van daar naar daar gesleept en nu hangt er wel iets aan. Maar nog steeds wel niks merkwaardig. Gewoon grote stukken metaal eigenlijk. Ja, dat is het zo. Dit is wel heel vervelend. Ik vind hier niks in het water. Ik heb eigenlijk niet echt nog een ander idee waar ik kan gaan. Maar ik heb nog niks speciaals gevonden, dus de TikTok video is nog niet af. Ik zal eens naar de haven gaan. Daar proberen. En dan ben ik ook in Hasselt, dus dan kan ik misschien wel langs de Pokémon winkel passeren voor deze video wat leuker te maken. En ik kan al eens gaan kijken bij mijn postbus of mensen of jullie misschien al iets hebben opgestuurd. De kans super laag in dat er eigenlijk al iets insteekt, maar nu dat ik toch in de buurt ben, kan ik wel even komen kijken. Ik zit hier te wandelen in Hasselt en opeens random. Gigantische limo achter mij en doen die ook nog de ruit open. En zeggen die, yo Mr. Krul. Wat is je naam? Aris. Aris en? Daan, aangenaam. Veel plezier op de trouw zou ik zeggen. Ah, ik mag binnenkomen, oké. Okay. Wil je wat champagne? Ik mag binnen bij de... Vinden je ouders dat oké? Okay? Ja, kom. Ja? Kijk, hier is... Zo ziet de binnenkant van een limousine eruit. Super random. Ik had niet gedacht dat ik dat gewoon even mag bekijken. Toen ben ik rechtstreeks doorgegaan naar de post om te kijken of er al iets in mijn postbus lag.
maar die was jammer genoeg nog leeg. Dus mensen, stuur uw brieven op. Het adres staat in de beschrijving en in de reacties, dus je kunt het sowieso niet missen. Dat was eigenlijk wel echt duur. Bijna 50 euro voor 1, 2, 3, 4, voor 5 pakjes en een kaart. Maar ik heb wel echt gekozen voor sets waar alleen maar hele vette dingen in zitten. Evolving Skies met die Rayquaza, Darkness Ablaze met Charizard en dan Fate of Light. Gewoon een super oude set. We zullen beginnen met Evolving Skies. Daar krijgen we een SQ kaart bij. Even voorzichtig eruit nemen, zodat die niet kapot gaat. SQ en de codecard, die geef ik straks weg. Nu nog even niet. SQ, mooie holographic patroon. De coin niet vergeten. Laat me zeker weten in de reacties welke Pokémon er hier op staat. De prijs zal natuurlijk wel een grote tip zijn. Het doel is een klein beetje wel om mijn waarde terug te halen die ik net in de kaart heb gestoken. We hebben in totaal meer dan 40, 45, ik dacht dat het 48 euro was, in 5 pakjes gestoken. Dat is in totaal best veel geld per pakje. Ik ga het direct even uittellen. Chinchu, Petalil. Maar één goede kaart. En het is goed. Deze kaart is beschadigd. Dat is niet zo leuk. Laatste kaart. Oh, Zygarde. Dit kon een Rayquaza zijn. Beetje dezelfde vorm. Maar laten we zeggen, 50 euro per pakje. 5 pakjes. Dat is geen moeilijke wiskunde. Dat is 10 euro per pakje. Dat is veel geld. Ik was wel best verschrokken toen ik aan de kassa stond en ze de prijs zeiden. Maar dat gaat heel waarschijnlijk wel zijn door die Fates Collide Pack. Wat we gaan openen als allerlaatste vandaag. Want ja, dat is een set, die maken ze niet meer. Die is oud. Ik weet eigenlijk niet wat daarin zit. En ik weet eigenlijk ook niet wat de cartridge is. Maar wat ik wel weet is dat we nog maar één pakje hebben van Evolving Skies. En dat we 2 keer slechte kaart hebben gevonden. Derde keer, goede keer. Geef me alsjeblieft op zijn minst een V-card. Oh, stel je voor dat ik nu al die pakjes open, wat ik dan zo duur heb betaald, en dat ik er niet eens iets moois uithaal. Klik even op die like-knop, zodat wat meer mensen deze video zien. Dan heb ik er toch nog iets aan. Boost, Shake, Shelgon en Lombre. Daarna kregen we Hippopotas, Zoroa en Psyduck. Rufflet, Drowsy. Kom op, geef me iets goed. Wishy-washy, u wou ik nu echt niet zien. Darkness Ablaze kan me nog redden met die Charizard. En dan hebben we Fates Collide uit de set XI. Dat is nog voor Sword and Shield. Deze gaat redelijk makkelijk open en opnieuw een wishy-washy. Hoi. Ik hoop dat dat geen teken is. 4 kaarten naar voren is dat juist. Volgens mij wel, we zitten nog altijd bij Sword and Shield. En we hebben een Steel Energy gekregen. Ik zie niks blinken. Dat maakt me al een klein beetje bezorgd. Zolang het maar geen wishy-washy is. Diglett. Squawvet. Squawvet. Laatste kaart. Een Galarian. Mr. Rhyme. We gaan onszelf moeten redden met de Fates and Collide. Fates Collide Pack. Van het jaar, eens kijken, 2016. De meest gewilde kaart staat toevallig aan de voorkant. Dat is de Mega Alakazam. Als ik het juist heb, moeten we gewoon 3 naar voren doen. We gaan voorzichtig alle kaarten eruit pakken. Dit is het oudste pakje dat ik aan een... Oh, de codekaart heeft de juiste kleur. Dat is een heel goed begin. Oké, 3 naar voren. En dan zit alles op zijn plaats. Normaal gezien hoop ik. Ik hoop dat alles goed gaat gaan en dat we toch nog iets moois kunnen vinden. Wormadam. Zai... Guard. Deze set heeft 124 delen. Whimsicott. Burmy bedoel ik. Snubbull. Hey, deze kaart ken ik. Volgens mij heb ik hier al kaarten van geopend. Bronzor. Ik zie wel iets blinken, dus misschien zijn we gesaved. Mincinnoh. Deoling. Oh, dat lettertype. Dat is zo vintage. Dat lijkt zo vintage. Seal. Dit is goed. Ik zie iets blinken. De allerlaatste kaart van het duurste pakje van vandaag is... Een Genesect EX. Ik ben blij dat ik toch nog iets heb kunnen vinden. Zou dit de allereerste XY kaart zijn? Dus uit de set XI. Die in een Scarlet and Violet hoesje zit. Tot de volgende keer. Doei!